Vertel eens, hoe is dat gegaan? Want jullie hadden al kaartjes gekocht, de reis al geboekt en toen? We hadden de reis al geboekt. Kaartjes, dat was natuurlijk afhankelijk. Wij wilden eigenlijk eerst proberen om aan de kaartjes te komen, gewoon hier in Georgië zelf. Tot we het te horen kregen dat er ineens een verbod uitging naar de supporters van Tiflis zelf. Toen was het afwachten van mogen de Feyenoord supporters dan nog wel naar binnen. En op een gegeven moment kregen we inderdaad te horen dat we, als wij onze boekingsbewijzen zeg maar, konden overleggen en aantonen dat we al wat geboekt hadden voordat bekend was geworden dat het straf was uitgesproken, ja. Dat we dan in ieder geval dat ze in ieder geval moeite voor ons zouden doen om een kaartje voor ons te regelen. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Hoe is dat gegaan met reizen en kaartje boeken? Nou, ze hebben ons benaderd of wij mee wilden gaan van de businessclub van Feyenoord. En toen heb ik gelijk ja gezegd. Waarom? Niet alleen voor Feyenoord, maar ook omdat we naar een hele leuke destinatie zijn afgereisd. En dat is Tbilisi. Hoe mooi is dat dan, dat Feyenoord wel gewoon meehelpt? Ja. Nou, dat spreekt heel veel respect uit naar de supporters toe. Ja, absoluut. En we zijn ook heel blij dat we er nu zijn en dat we in het stadion binnen mogen. Dat is toch wel een unieke ervaring gaat dat worden vanavond. Ik denk dat wij gaan winnen. Dat moet wel, zeker met een leeg stadion. Geen supporters, eigen supporters. Er zijn er heel veel hier in de Tbilisi gesignaleerd. In zoverre 140 stuks. Erg gezellige jongens allemaal. Ik denk dat het best een spektakel gaat worden vanavond. Kan het toch niet missen? Het is Feyenoord. Blijft Feyenoord. Ja. Wat wil dat zeggen? We hebben al gezegd tegen elkaar 4-0 voor Tbilisi en dan gaan we door naar penalties. Dat is niet heel erg positief. Nou, dat is wel positief. We gaan wel door. Ja. Maar dat is ook Feyenoord. We blijven altijd 90 minuten lang in de rat zitten. Gaat het nou wel of niet lukken? Het is Feyenoord, hè? Dat weet je. Dat zeiden de andere Feyenoord supporters ook al die ik net sprak. Ja, helaas is het zo. Het blijft Feyenoord. Dus je weet het helemaal nooit. Hey mensen, jullie moeten zeker kijken naar Veronica Insight met de nieuwe app Werelds.